Je ziet het goed. Aanhanger is volgeladen. De auto is bepakt. En we gaan naar Slovenië. Samen met Chit. We hebben heel veel zin in. Dik, 8 dagen vissen. En die nieuwe bak die gaat komen. Nieuw PR, we gaan ervoor. We hebben een hoop te rijden. 4:30 is het inmiddels. Dus we gaan heel de nacht door. En dan komen we morgenochtend rond 7 uur weer aan, hoop ik. Dus, we gaan er lekker voor. Hotza! Mooi hoor. Moet alleen een beetje wat meer lachen. Daar zit hij. Dames en heren, ik heb een volle bak koffie. In Duitsland noemen ze dit een medium. En ik ben begonnen aan mijn derde rijbeurt. Het is inmiddels 1 uur. Ik heb even een uurtje mijn oogjes dichtgeknepen. Chit heeft het overgenomen. Ja, ja. Nu ben ik weer de komende 2 uur aan de beurt. Tussenstand is, jawel, nog maar 6,5 uur. Dus we zijn... Zo gek is dat helemaal niet meer. Over de helft. Over de helft, ja. Dus helemaal uit. Slovenië, here we come. Ja. Dat is zo. De eerste 1000 kilometer zit erop. Dat is helemaal wel, hoor. 3 uurtjes. Lekker, man. 3 uurtjes en we zijn er gewoon. Oeh, ik ben helemaal kapot. Ik ben alleen maar aan het slapen. Ja, lui dan. Lekker. Zo, deze strijders hebben heel de nacht doorgebuffeld. Je ziet misschien aan mijn ogen, maar ik was echt te moe. We hebben zeker doorgepikkeld. Zo, het is echt strijden. Kijk eens even op de knop, hoe lang we al onderweg zijn. Hoe kan je dat doen? Draaien. 14 uur 33 al onderweg. En we zijn over 3 kwartier. Dus dikke 1200 kilometer gereden al. Ik had de magische uurtjes van 3 tot 6. Ja. Als we doorbikkelen. Als ik even weg. Als iets even lekker aan het slapen rijden. Ja. Als hij weer even een half uurtje gaat rijden. Nee, een uurtje. Ik ben echt moe, man. Ja. Toen heb ik het maar over. Hey, kijk, een spin. Mooi. Mooi spin. Dus, nou goed. Ja, we zijn erbij. Een tunnel in. Dus je bent een soldaat. De verbinding verbreed. Hoi. Daar hebben we hem. Dames en heren, we staan bij het water. We zijn een beetje een uurtje al op zoek. Het is nog lastig. Veel hoge kanten, zoals je ziet. Aan de overkant. Veel stukken waar je niet mag nachtvissen, waar je wel mag nachtvissen, waar je mag dagvissen. Dus dat weet ik allemaal niet. We zien ook andere mensen met tent op andere posities dan de regels voorschrijft. We gaan even rondlopen en vragen hoe het nou zit. Dan moeten we een plek gaan kiezen. Hengels erin kunnen we voorbij staan, want we zijn allebei kapot. Laat het zien, die oogjes. Ah. Ja, dat ziet er slecht uit. Ja, daar hebben we hem. Onze broeder, Wietse. Hallo. Yes, yes. Wat ben je aan het doen? Ding is afkoppen. Hebben we gewoon een stek gevonden? Lijkt het daar nou op? Hij rijdt weg. Ezel. We hebben een stek gevonden, ja. Mooi centraal. We mogen nachtvissen. Dus dure vergunning. Wel net gekocht. Ja, nou, hoeveel we betalen we ervoor? Te veel. Het is 100 euro voor 2 nachtjes vissen. Het is nee, minder. 90. PP. 95. Maar het is een openbaar water. Het zijn betaalwaterpraktijken op een openbaar water. Maar ja, dat hoort een beetje bij Slovenië. Veel 40'ers, zeggen ze. Dus we gaan gewoon kijken of we die eruit kunnen halen. Zo is het. We gaan instellen. Na de helse tocht van heel wat uurtjes zijn we begonnen aan het bakken van een lekkere tossie. Want dat kunnen we even gebruiken. En daar staat hij hoor. De Kastu. Hard aan de pomperij. En wat hadden die buren net, Piet? Goed teken. We stonden bij één buurman te kijken en die kreeg wat piepjes. En de overbuur die hadden net een vis gevangen. Ah, je kent Wietse, die heeft altijd zijn verrekijker bij zich. Dus ik heb gezien wat het was. Het was een knol. Desalniettemin, goed teken dat de vis gewoon lekker overdag aast. Dus wij hebben een beetje het idee om zo snel mogelijk stek te zoeken. Voerstrook te maken tussen 2 markers, 4 hengels erop. Heel veel voeren, hengels erin en dan even een paar uur bijschrapen. Misschien dat hij dan zelfs vandaag al afgaat. Het zou mooi zijn. Je mag. Zo jongens, het is tijd voor een ijskoud 0.0'tje radelen. Heerlijk, in het warme weer. Even een slokje. Ik en Wietse hebben net de markers uitgelegd met de boot. En we hebben ze eigenlijk op bodywerpijp afstand gelegd. En dan eigenlijk dat je gewoon met een ja, lekker worpje gewoon die bodystaart krijgt. We gaan 4 hengels op een strook van zo'n 30 meter leggen. En voornamelijk voeren met bodies. Wat we nog wel gaan doen, we gaan hengel om hengel. Dus wietsen, chitten, is de bedoeling. Of andersom. Of andersom. En daar gaan we nu even voor loten. Dus degene die wint, mag de meest rechte stek. Ja, dus dat is de beste. Dat is de beste. Oké. Okay. Verwachten we, hè. Steen. Wacht, zie je dat goed? Ja. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar.
Kut. Lekker. Dat is minder. Oké, okay, nou de Engels ga je maken. En dan kunnen ze erin. Jongens, ik denk dat ik hier een uurtje of 2 gevoerd heb. Yes. Hoe jij? Ik denk ook. Misschien 3. 2, 3. Dus een uurtje of 5 gevoerd. Je hebt gezien, heel verspreid. Maar toch best wel compact. Ja, op hetgeen waar we mogen gaan voeren. We hebben al 2 vissen zien springen. De stad boven. Mooie strook. En als we meer vis springen, gaat er gewoon nog een voer op. Oké, wat gaan we doen? Dan krijgen we binnen 2 uur een aanbeet. Dan gooi je er nog 5 kilo op. Alles wakker leeg. Is mooi, nu zie je de buren, die gaan ook meteen voeren. Die hebben even het bombardement gezien. Dus die gaan ook meteen voeren. Die zien er bijna te hangen. Maar ook op een vis. Ha! Breekt die? Ja. Nee joh. Hoe dan? Wat gebeurt er, chat? Rijntje gebroken. Rekken. Mooi begin. Nou, ik ga gokken op 2 tactieken. De binnenstengel van de voerstek ga ik met een 20 mm bol en een oranje pop-upje erop. Probeer snel een aanbeet te krijgen. En de buitenstengel doe ik met een 24 mm bol. Oudboot van tijgenhoutkoop.nl. Die ga ik een beetje buiten aan de buitenkant van de voerstek. Dan hoop ik de grote schuwe vissen daar te spokken. Want we hebben een hoop kleine vissen zien springen. Dus we hebben tijd de hengels in te gooien. Dan kunnen we snel runs krijgen. Hotza. Goedenavond is het al. Wij hebben eens eventjes de oogjes een paar uurtjes dicht gedaan. We hebben denk ik een uurtje of 4 geslapen, want dat was nodig. Maar tot onze grote verbazing is er geen hengel afgegaan. Wat gaan we doen? We gaan even de hengeltjes opnieuw ingooien. Daarnaast even wat meer voer erop gooien. Wat kwamen we tegen met indraai? Bomen onder water. Daar ben ik niet zo fan van. 2 montages verspild. Helemaal drama. We hebben ook niet heel veel springers en zo mee op onze stek. Niet zo fijn. Maar we gaan het gewoon weer proberen. En even kijken hoe de nacht loopt. Waarschijnlijk voordat de nacht is nog even heel veel voer erop. Misschien midden in de nacht of zo. Kijken we even. Gaan gek doen. Best. Dat goed komt. Zeg, ken jij de mosselman? De mosselman. De mosselman. Want wat gaan we eten vandaag? Nu de paprika man. Kijk. 2 paprikaatjes gesneden. Lekker hoor. Ik ben hier een rijst aan het koken. Een chitterboy. Een skip aan het koken. En dan de toevoeging, het is niet heel goed voor je, maar wel lekker. Check het toen uit, de tandoori variant. Ah, ik smuggel zo. Heerlijk. Zo jongens, het is bizar, het is 7 uur. We hebben heel de pan opgemaakt, buikje rondgegeten. Maar ja, eind september is het dus, en we zijn het echt niet gewend dit. We zijn normaal altijd in de zomer op de trip. Maar het begint nu al te schuimeren, te schemeren. Dus we moeten snel, opschieten met alle afwas en opruimen. Want voor dit weet is het donker. We gaan even actie in de brouwerij schoppen. Jullie zien het, ik zit hier op de bank. Een beetje verslagen. Strafbank. Strafbank. Want we hebben nog niks gevangen. En dat is niet de bedoeling. We hebben wel net controle gehad. Dus we hadden gelukkig alles op orde. Dus dat is mooi. Maar ja, slecht nieuws. Hopelijk dat de nacht wel wat gaat brengen. We gaan denk ik nog een beetje polies gaan voeren voor de lol. Oké. Okay. Niet veel. Maar het is... Foute boel. Karig, hè? Heel stil. Heel stil. Foute boel. We gaan het zien. Zeker waar. Heel rust. Het is niet normaal. Het is 's ochtends vroeg en het is toch gebeurd. Wietjes van de Schree. Eindelijk zeg. Oh, wat heeft dit lang geduurd. Goedemorgen. Echt heel lang geduurd. Echt niet normaal. Maar ook wel, gelukkig. Rotza. Wietje. Wat doe je nou? Eerste aanbeet, schiet die los. Ga weg. Nee joh. Ik zat helemaal niet hard te drillen.
begin dat nou? Ballen. Zitten, boy. Wat gebeurt er? Uurtje na die run van mij. Is toch mooi dit? We hebben even veel gevoerd. Het lijkt goed uit te pakken. Staat hij aan? Hij staat aan. Nou jongens, daar is hij dan. Eindelijk de eerste vis van de trip. Mooie schub, super lichte kleur. Voor mij is dat best wel normaal op het water. Een mooie beschadiging erop. Ja, niet mooi, maar het ziet er wel mooi uit. En ik ben er super blij mee. Eindelijk de eerste vis. Een fotootje maken en dan kan hij verder. Ja, nou, dit is echt niet wat je niet wil. Gewoon een zakje neer. Ik heb die even uit de auto gehaald om te gaan voeren. Scheurt hij helemaal open. Heel het gras vol met bollen. Ah! Dus het is genieten. Ik heb net even weer een kilootje ingevoerd. Toch 2 aanbeten in een uur en een kwartier tijd. Dat is goed. Heel de nacht niks. Dat is niet goed. Maar we gaan nu dus gewoon door. Dus net gevoerd. Het is wel echt saai weer. Het blijft heel de dag regenen. 40 mm zouden vallen heel deze dag. Dus er komt nog wat aan. Maar de rest van de week zou het mooi weer zijn. Dus ja, wel lekker. We gaan even afwachten en hopen dat er een nieuwe run komt. Helaas zit er naast mij wel een nieuwe vent, die ook met de boeienpijp aan het smijten is. Dus dat is wel spijtig. Toch aan het drukbevis water. Ik ben helemaal niet zo van. Maar we gaan zien hoe het effect gaat hebben. Zo jongens, daar is hij dan, visje nummer 2. Het is een bak van je welstuk. Zo gaan we even de andere kant laten zien. Kijk, als deze nou gewoon 30 pond is, met zo'n schuwing, ben ik hartstikke tevreden. Ik ben wel tevreden dat de toren en engeltjes afgelopen. Gaan we even wat voer erop gooien. Hopelijk trekt er gewoon een grotere school met vissen overheen en gaat het echt gaan lopen. Zou mooi zijn. Terwijl de regen nog doorgaat, staat hij weer met een kromme top. Gaan wij ook door jongens, het is zover. Het begint eindelijk een beetje te lopen, lekker. En wie is er achter de derde? Dat is fietsen met een paraplu. Ben je aan het nat regenen jongen? Ik ben er hartstikke aan het nat regenen. Zal ik eens even naast je staan? Ja, dat is fijn dan. Dat is wel aardig hè? Dat is wel lief. Kijk eens, mazzel. Gezellig. Dit is foute boer jongens. Wat dan? Waarschijnlijk langs een steen geschaafd en één keer pad schiet hij los. Best dicht bij de kant al. De onderlijn door de midden gebroken. Niet best. We krijgen het voor elkaar. Nou jongens, nummertje 3, Lizard. Zojuist, het regent nog steeds pijpenstelen. Pijpenstelen, het is een mooi schuppie. Een puntje gehaald, we zijn er weer blij mee. Een mooie outfit, dat wel. Ik heb een mooie outfit, maar ik blijf tenminste rood, dus dat is mooi. Lekker. En terug ermee. Zitten we ons maar een beetje te vermaken met YouTube video's kijken. Gezellig. En knopen. Knopen nog even. Hij kan terug. Hey jongens, ik sta hier met mijn ouderwetse top. Het is Engels tot maar €17,50. Maar wel mijn laatste 3,60 meter hengel die niet gebroken is. En hier kan ik nog mee werpen. Ik kom toch iets verder mee dan die dwars, iets van 10 voet. En hij loopt af na veel voeren. Heerlijk. Hotza. Yes jongens, eindelijk mijn eerste vis. Na de vanochtend ene verspeeld te hebben. Is de run op 4-5 achter elkaar voor chit. Hier ben ik blij mee. Het gekke wel, hij is van de linkerkant. En we krijgen alleen maar runs van de linker set hengels, zeg maar. Dus allebei één hengel. Het mooie, de vis is nu al groter dan mijn grootste van Frankrijk dit jaar. Dat ik een drama trip. Wel veel avontuur, dus kijk de video zeker nog even. Fotootje maken, mag hij weer terug. Heren, we zitten met een pilsje in de hand. Kipswarmer in de pan. Ik ben even een rondje wezen lopen. Het is eigenlijk voor het eerst droog deze dag. Er zijn alleen maar vissen bijgekomen in de rechterarm van het water eigenlijk. Zo, er springt even een zieke vis. Maar aan de linkerkant zitten de minste vissers. Maar op de stek waar we willen, dat is vlak bij het paaigebied, zitten er een vader en een zoon. Ik ben er even wezen praten. Ze hebben gisteren 15 gevangen en een 40er. En vandaag maar 3. Dus er is sowieso vandaag kaart. Wij hebben 4 vissen. Op zich niet heel gek. Hey, jouw linker swinger staat tegen jouw pieper aan. Oh, komt zo. Maar goed, misschien gaan we daar morgen dan naartoe. Dan kunnen we van hun een stek overnemen, omdat morgen is het einde van het weekend, het is zondag. En kunnen we misschien nog even zacht op dit water. We moeten wel de vergunning brengen, dus we kijken even wat we gaan doen. Maar stand van zaken. Het water ligt er mooi bij inmiddels. Windstil. Droog. Is lekker. Heerlijk. Vissen, dus springende vissen. Dus het gaat niet lang wachten tot een aan. Thank you.
Chittermeister. We zijn echt wel de hengeltjes aan het verversen. Ik had hem namelijk ook in de knoop gegooid. Dus vandaar dat jullie mij lang niet met een kromme hengel hebben zien staan. Is dat de reden? Dat is de reden, precies. We hebben even een plannetje gemaakt voor morgen. De Slovenië op de beste plek gaan morgen weg. Dus we gaan een plekje overnemen daar zo. Dan kunnen we tegen het reservaat aanvissen. En daar komen de meeste dikke grote vissen vandaan. Dus hopen we. Hopen we inderdaad. Nu even de hengeltjes verversen. Hopen dat het vannacht toch gaat lopen. Het is mooi windstil geworden en droog, dus dat is wel heel fijn. Het water ligt heel mooi bij. En ik ga jullie nu even demonstreren. Hoe heb je hem inknald? Hengel, even mooi op een schrootje knald. Ik zal je uitleggen. Je zwiept hem eerst naar achter. Ga je nou werpcursus geven? Zo! Hij raakte bijna wat in je tent. Ja, hij ligt wel op zich netjes. Ja, maar ik vertrouw het niet. Ik doe wel klippen. Toch opnieuw? Oké, hij ligt wel mooi. Deze man, jongens. Hoe lang ligt die hengel in? Een uurtje. Ja, misschien niet eens. Echt ultra ver ingeworpen. En de bowiepijp Bram arm erbij gegooid. En hij gaat er al. Lekker zeg, in de schemer. Is toch mooi? Dat is vels. Staat hij? Je moet ingedrukt houden. Moet je hier niet zo. Ja. Yo. Jongens, dit is wat echt niet normaal. Oké, wie moet je kijken? Ik heb hem nog niet gezien. Zo, maat. Hij is fucking dik. Ja, dit is 18, 19 kilo denk ik. Gekke huis. Lekker maat. Eerste bak. Shot hè. Heerlijk. Zo. Zo, tyfus. 19-2. Echt? Ja, die mat was er al af, hè? Lekker, zo, dikke bak. Bokshouden. Mega ziek. Ziek. Heel ziek. Nou jongens. Na al die knollen. En het is eindelijk droog geworden. Moet je zien niet wat normaal, het apparaat, hè? 19-2. Hij kwam op de hengel die heel ver lag. Heel die kant was eigenlijk heel de tijd stil. Dikke meter, denk ik. De stek aangevoerd. En nu even iets verder weggegooid, de hengel, mijn allerhardst. En dan in één keer zo'n bak, hé. 19 kilo. Ah, het is gewoon nu al geslaagd. Niet normaal. Een puntgave schub. Prachtig. En wat scheet hij uit? Ja, vol gas de bloedworm. Ja, en dan vang je hem op die andere bol. Dat eigenlijk het crush. Dat is ook wel, jongen. Uit, foto's maken, jongens. Yes. En dan ander kantje nog. Ja. Oh, jongens, wat een beest, hé. Dat is echt niet normaal. 19 kilo. 19-2. Kijk dan hoe dik. Allemaal knollen. En dan in één keer zo heen. Echt niet normaal. Hopen dat de hele nacht zo gaat, hè? Echt niet normaal. Lekker man. Ook blij. Wat gaat er door je heen, Chit? Ja, euforie. Euforie. Dat je denkt toch dat voeren van, ja, zal het wel zin hebben. Zullen zitten er alleen maar kleine vis, want ze voeren wel veel, maar er komt maar geen grote vis vanaf. En dan in één keer, moet je kijken, al een monster. Echt niet normaal. Daar gaat hij. Lekker man. Echt heel goed. Top dit. Heerlijk. Mooi voor jongens. Come on. Bokshouden. Come on. Heerlijk. Yes. Topper. Jongens, daar is hij dan. De welbekende shotfles. Een ander als de apenshot. De normale apenshot. We hebben hier... Dat heeft een verhaal. Jiggentraum. En dat heeft een verhaal. Wel een kijker, die reageerde, jongens, die shotjes die jullie normaal drinken, die apenshot, dat kan niet. Ga nou eens een keer aan de echte shot. Veel te dicht. Hij zegt, stuur maar via je e-mail je adres op. En dan zal ik jullie eens even een paar flesjes echte shotjes opsturen. Wij dachten, ja, dat zal wel. Wij adres gewoon opgestuurd. Stuurt die baas gewoon even 10 flessen op, waaronder deze. Ja. Hij is ijskoud. Ze hebben een hoop mee. We hebben, nou, dat... we hebben een andere fles als het 40 is. Dat zullen we dat doen? Ja, dit is de 30 fles. En we hebben echt een hele smerige whisky. Die is voor de 40. Nee, ja, die fire shot. Nee. Maar we gaan hem proeven. 30%. 2. Niet goed? Ah. Dat is koud. Het is gewoon wel Jägermeister, maar net iets anders. Oh ja, zo. Ik was even vergeten hoe dat smaakte. Ja, maar het is een puntje Jägermeister. ja, wel. Het is minder lekker. Hij is minder lekker. Maar goed, eerste dikke bak op de kant, sowieso goed. Volgende is voor mij. Wat?
Zie jij? Zo. Dit is echt zwaar. Boet van mijn boet. Zie je dat voeren? Dat werkt wel, jongens. De bollen doen goed zijn werk. Mooi. Nu nog op twee andere stekken. Zo, jongens. Daar is weer het volgende visje. Een visje van een kilo of 6. En het gaat lekker. Ze blijven lopen. En we gaan er gauw weer ingooien. Nou, jongens. Ik moet zeggen. Ik weet niet of je het ziet. Maar gewoon heel deze zijkant van mijn bed is nat. Zitten hier denk ik 20 muggen in mijn tent. Zo. En ik heb het koud. Ik zal even mezelf filmen. Dus dat is niet lekker, maar we gaan slapen. Dat is wel lekker. Ik ga gewoon stil liggen, niet in het water. Hopen dat die muggen allemaal mannetjes zijn. Of vrouwtjes, want een van de twee die prikken niet. En slaap lekker, tot zo. Dan staan we weer met een kromme hengel. Yes, jongens, lekker. Ja, jongens, gekke huis. Gekke huis. Jullie zien het, daar ligt een sling van mij. Want mijn hengel ging net af. En waar eerst heel de tijd deze jongens afgingen, de linkerhengels, lijkt het nu dat de vissen ook van de andere kant gekomen zijn. Dan hebben we hier onze grote broer. Morgen. Morgen grote broer. Nu gaat het ook worden, hè? Sta jij hier met een? Kom het op, niet te stop. Mooi. Je was ook niet wakker te krijgen, oude slaapbaas. Ondanks dat ze een feest hebben hiernaast. Met allemaal gekke Sloveense muziek. Nou, de Sloveense Andreasus, wij kennen hem, hè? Super als een roos. Wij kennen hem. Wij kennen hem. Oké, okay, is die groot? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Gaan even scheppen. Ja, jongens. Van de dubbelrun samen met Wiets. Ik dit mooie schupje. Wiets ook een mooi schupje. Ik denk hetzelfde formaat. Twee broeders. Dus waarschijnlijk is een hele school met deze broeders. We gaan eerst even heel wat voer opknallen. Yes. Jongens, mijn tweede. Eindelijk. Kilootje of 10, denk ik. Hij was niet heel sterk, maar op de mat is hij lekker wild. Een hele rare bouw, moet ik zeggen. Goed gevreten van het voer. Fotootje maken en mag hij terug. Ja, jongen. Goeie avond. We hebben nog niks verteld eigenlijk. Deze nee. Pikkenbaas. Ik had opnieuw die vis. Ik denk, hoe lang is het gereden? Half uur? Ja. Ik was nog net niet slapen. Goed gevoerd. 24 mil heeft de bol aangedaan. En toen kwam deze jetsen. Zo. Hoger, hoger. Ah. 18,4. Lekker. Zo, jongens, kijk dit eens even. Wat een welkome vis. Op de 24 mm broedwormen boys. 18,4 kilo. Voelde al bij het oppakken dat hij log was. Het mooie, hij was op Chitters hengel. Die dacht dat hij naar hem was. Oh. Mijn piepers, ja. Ik heb het echt zwaar. Kruisband is gescheurd. Het knie gehurkt zitten, dat gaat niet geweldig. Zeker niet met zo'n gewicht. Dus... Zo, laat die 20 kilo vissen dan maar voor mij over, hoor. Hij mag zelf weer terug. Als je nu al zwaar hebt. Wat een beest, jongens. Dit is echt lekker. Eindelijk even een dikke vis in het buitenland dit jaar. Een dikke bak, hoor. Wie? Vorige trip ging het verkeerd, Frankrijk. Maar dit is genieten. Hij mag weer terug. Hij is boven de 15 kilo. You know what it means. Ik heb echt geen zin in. Ik ben een beetje saapdronken nog. Ja. Dat is ook echt vies. Ja. Zo jongens, je weet ik het veel hoeveel van vanavond. We lagen nog niet te slapen. We hadden weer veel gevoerd. Dus het is helemaal los. We beginnen ook wel aardig vermoeid te raken. Het is inmiddels 1:30 of zoiets. Yes. We gaan hem goed rust zetten. Hij is aardig wild. Ging voor de 24 mm bol. Schuppie. En dan mogen we gaan. Wilde Harry noemen we hem wel. Yes. Ja, goedemorgen. Daar zijn we. Wat gebeurt er, Wiet? Ja, dat is super gek. Het is 8:15. De laatste vis was rond de 4:00. Dus die van mij, knolletje. En ik ga even naar buiten te pissen en Chits hengel gaat af. En echt, denk, 5 seconden daarna begint het mij af te lopen. Voordat ik hem oppakte, ik denk, hè? Precies twee hengels naast elkaar, dus dan had er een vis. Gewoon vis, komt wel, het kan niet anders. Maar we dachten, nou, die zitten door elkaar gezwommen. Maar toch allebei hetzelfde formaat vis. Dus 2 megaknollen binnen, heerlijk. Nou jongens, daar is de vis dan van de dubbelrun. Mooie knol. En die van Wietje is denk ik precies even groot. Ik denk ja. Dat echt broeders zijn. Fotootje. Fotootje. Wel goede aantallen hebben we nu, hè? Gaat lekker. Zoals gezegd, de tweede van de dubbelrun. Dubbelrun in de morgen is een dag zonder zorg. Laten we terugzetten. Zo is het. Ziek. Wietje. Ja. Vertel het eens. Yo. Nou, het is precies het reden. Het is een beetje ellende. Want we hadden het idee om van de klasse naar de Pijstek. Daar werd sowieso het meeste gevangen. Die gasten gaan weg vandaag. 8:15. Maar het zou dus droog blijven en nu geeft hij ze aan dat het de hele dag gaat regenen. Echt zware drama. Dus
Ze weten nog niet even wat we gaan doen. Ze zijn nu links van ons ook echt een meetje naast ons marktje om vissen. Dus we worden ook wel ingezoten. En ja, we moeten even aankijken wat we nou gaan doen. Dat is wijsheid. Yes, Chit Happyway. Hallo. Wat denk je? 12,5. Oh, dat valt er echt heel erg tegen. 11,4. Echt? Ja. Nee joh. Zo jongens. Eindelijk weer een wat mooiere vis. Kijk die dikke staart die erop zit. Gaf ook een echt goed gevecht, dus dat is wel lekker. We hebben wel buren achter ons gekregen. En waar werpen ze naartoe? Ja, Peppy en Kokkie, naar onze marker. Echt. Ja joh, ach, hè, ze doen maar. Maar super mooie vis, kan een fotootje schieten en dan kan hij terug. Ja. Zo, lekker een bakkie. En wie hebben we hier? Yes, jongens. Vertel jij maar eens wat het plan is. We hebben een nieuw plannetje gesmeed. We gaan de muziek uitzetten. We gaan verkassen. Het gaat toch heel wat regenen, maar we gaan even bikkelen. We gaan een stuk verder naar links zitten. Daar zitten nu nog Slovenen, maar die gaan om 5 à 6 uur opruimen. We gaan er gewoon eerst even naast zitten, alles netjes opbouwen alvast. Dus denk 200-300 meter verderop, tegen een reservaat aan. Daar zijn we de echte bakken. Dus dat is het plan. En we gaan nu maar rustig beginnen met opruimen, denk ik. Strijden, hè? Eerst maar even een lekker Mexicaanetje en binnen janken. Ja, ik een bakkie. Heerlijk. En oh ja, mooi. We hebben dus Chit, dat is de laatste vis, had hij de marker, die zwom er doorheen. Dus die marker is nu weg. Die is onder water verdwenen. En die verste marker daar zo, die ga ik zo even binnenhalen. Want mijn rekenengel zit opeens vast aan een steen onder water. Dus ik moet er toch in. Met de boot. Dus dan neem ik meteen die marker mee. Gaan we stekken weer schoonmaken. Deze jongen hebben nog één verspild. En verbikken. Lekker gedoucht net, helemaal uit. Ja, dat is wel mooi. Oh, een mooie douchehuis hier met warm water. Nee, je hebt een wc'tje. 52 en je weet alles. Top. Nou, we hebben hier de boot. Hengels liggen nog, tegen staan nog. En Chit, die is gepromoveerd tot impactbaas. Impactbaas. Vertel eens, hoe gaan we het doen? Ik werk bij een jaar hierop. We doen veel aan inpakken. Dus, ook een impactmarathon. Impactmarathon, impactbrigade, noem maar op. We hebben hier de grote impactshow van de aanhanger. Ja, daar gaan we nog allemaal tenten opstapelen en gekheid. Nou, het nadeel, we moeten echt door dit drassige gras, waar 2 dagen heb geregend, moeten we helemaal naar die kop daar. Goed voor de gains. Ik hoop dat gaat. Duwen. Duwen, meid. Janken maar duwen. Yes, jongens. We zijn begonnen aan de grote verkassio. Zoals je ziet hebben we daar broeder Wiet. Die lekker in de regen aan het roeien is. En wat mooi is, ik moet ook nog wachten. Want ik kan dit ding echt niet alleen tillen. Verder dachten dat het droog zou worden. Ja, dat wordt dus niet. De hele dag aan het regenen. Maar we hebben scheid. We gaan gewoon verkassen. En gaan het wel zien. Okay. Hallo. Zo jongens, we zijn echt kapot. Het was echt een hel. Je ziet de bandjes maar. Maar je bent helemaal vast in de modder. En we kwamen gewoon niet verder. Dus die waas achter ons, die hebben even geholpen met het laatste stukje duwen. Toen weer de boot omvaren, het laatste stukje. We zijn verrot. We zijn maar, echt kapot. Het is in ieder geval wel droog en we hebben een mooie stek. We hebben 8 gevangen vandaag, overdag. Dus dat voor Slovenië is best veel. Ik ben benieuwd wat wij gaan doen. Wat kijk jij zuur? Ja, het zit er lekker mee. Ik heb zo'n zuur shotje verdiend. Zo. Ik even een zakje open. Heel die aanhanger vol. Netjes. Oh, een rende. Heel netjes. Ik ga weg naar de kril stinken. Dat is mijn stretje. Ezel. Misschien heb je wel een ratje dan vanavond. Lekker. Zo, Chit. Wat zijn we aan het doen? We zijn aan het wachten tot onze Slovense maat hier links op die straat. We kunnen het illegaal geweld heel in. Zo is het. En dan gaan we even lekker voeren als een mafkees. En dan gaan we het zien. Ondertussen zijn we Ajax aan het luisteren. We worden ook diep droevig van. We staan 3-0 achter. Maar ja, we doen het er maar mee. Yes. Alright, Chit. Yes, jongens, we zijn er. Wat is er gebeurd? We zijn er, wat is mooi. We hebben de hengel op de goede plek gereden. Ga ik nu ook even laten zien dat ik een mooie naam heb. Een bord van boord aan de linkerkant. Ja, officieel is dit het paaigebied. Links van het boord mag je niet vissen. Hier zo. Ja, daar komen wel de bakken vandaan, zeggen de meesten. Dus we gaan het gewoon proberen. De controle is net geweest. Perfect. Ja, dus ik denk dat we al 5 kilo hebben gevoerd net. Ja, zeker. Totaal. Het zal even duren, maar als ze losgaan, dan moet het losgaan.
wij zijn mannen met plannen. Vol als onderlijnen knopen. Ja. Tina Martin en Rolf Sans is op de achtergrond. Vertrouwen is hoog. Die onderlijnen moeten op, hè? Ja. Zo. Okay. Het is inmiddels een beetje donkerder geworden. Een beetje aan het schemeren. En mooi watertje. Moet je zien, hè? Dit is de Chaka rig. De Chaka. Kijk, Chaka. Wacht. Chaka. Ai. Chaka, buurt in je hand. Gebeurt er nou shit? Ja, rond. Maar we zijn niet aan het koken, dat is gevaar. Hij wil zo dat vuur in open. Nee, pas op. Is het vandaag niet vandaag? Hey, een beetje activiteit op de stek. Nou, de bollen van tijenuitkopen.nl zijn goed gekund. Vallen goed in de smaak, hoor. Nu de carvers nog. Hondje. Hondje. Hey. Heel wauw, hey, ja, goed zo. Eet maar die van Jay op. Er is natuurlijk geen brok meer vanavond. Hey, Bello. Warm. Ja jongens, het zonnetje is zojuist ondergegaan. Er staat dit boefje. Yes, het is een beetje 7:30 nu. En we hebben twee dingen gedaan. De eerste 5 uur op de stek van morgen gevoerd. We gaan niet vissen vannacht op de stek. Maar we dachten, ja, we hebben toch vier engels. Poeh, het mag niet, dus we zijn nu uren al met de poeboot. Heel ver aan het uitvaren, Singelhoekbeet. De vis herkennen natuurlijk onze bol, waar we al 2 dagen mee voeren. Dus hopen we toch nog een paar visjes te kunnen onderscheppen. Voerstek van het werpbereik. Precies, voerstek met rust laten. Ja, ja, met rust. We zitten morgen om 5 uur voor 5:30 te werken. Dan gaat eerst 1 zak poe op, 2,5 kilo. En dan gaat het los, hopen we. Oh, let's go. Jongens, het is niet normaal. Wat gebeurt hier? Ik denk een half uurtje na het dingen. Hij lag ook ver, dus ik kan wel even drillen. Ik heb een filmpje aan het kijken. Moeder, zo heet hij. Mother. Mother. En volle run. Ja, dat is goud. Dat is helemaal goud. Kijken of dat is. Lekker pik. Kijk eens jongens, 12,9 kilo. Prima voerbootvis. Binnen het uur. 24 mm bol. Boetworm Arieboet. En tijgers erbij gevoerd in het bakkie. Ja, hij ging als de brander, joh. Ja, eigenlijk eerst de tijgers die we gebruiken en gelijk een mooie vis. Precies. Toch kassa. Fotootje maken en hij mag terug. Wat? Hallo. Ja, jongens, de bonushengels zijn de hengels die het doen. Ja, zijn ook de enige hengels. Dat waar. 4 stuks, we hebben nog 2. Toch, loopt dat wel, moet ik zeggen. Mooie zaak. Exact. Film ons bijna af. Film ons bijna af. Dat is toch lachen, zeg. De top blijft goed. En, dikke tik op de top. Nee, het voelt als een knol. Oh, lekker. Dus je beurt weer voorbij, hè? Ja, dat is balen. Ja, dat is wel klein. Nou jongens, daar hebben we hem. Missen 2 buik. Ja. Jawel. Een mooi vinnetje omhoog, kijk eens. Ja, prachtig. Dit is in de bak waarvoor je naar Slovenië komt. Ja, hij was wel lekker aan het vechten. 16 uur in de auto. Op de hengel met de tijger. Best wel een visie. Het is een bonusvis. Okay. Zo zien we hem. Okay. En hij is meer dan welkom. Dan ben je toch een diepe romantieke jongen. En hij mag er zijn. Oei, iets. Jongens, het is echt niet normaal. Wat is het? We kregen een dubbelrun. Speelden we allebei. Dat is uit de losse polsie gegooid, zonder voer. En deze ook weer uit de losse polsie, zonder voer. Vissie. Klein zag vis. We maken foto en mag hij terug. Yo, tuinen. Hallo. Ja jongens, doordat we zoveel aanbeet kregen, zelfs met de losse pols. Hoor. Hoe? Wat even. Ja? En dan, toen dacht ik, nou gooi je er toch nog maar een beetje extra voer in. Dus we hebben zeker meer dan 10 kilo gevoerd. En het wordt tijd als het morgen even helemaal los. En wat horen we heel de avond? Plons, plons, plons. Wat? Plons. Ja, veel jumpers. Veel jumpers, dus we hebben er vertrouwen in. We rekenen onszelf nu al rijk. Bekkertje 6 uur, het vertrouwen is door het dak. Ja. En slaap lekker, tot morgen. Ja, ik denk gewoon een rat. Misschien dat we nog een paar bonusvisjes vangen op de... Ja, jij bent wel aan de beurt, dat is weer mooi. Onze jongens. Is goed, ratten. Zo jongens, kijk eens even hier in de categorie onderhandse worpjes zonder voer erbij. Op hoop van zegen op het aanbeetje. 14,8 was die, hè? Is het wel een hele lekkere? Ja, zo. Wat een schub, zeg. Het hengeltje van Twitter. Het hengeltje van Twitter is ook niet verkeerd. Maar het mooie is, het is gewoon een bonusvis alsnog. En de ene laatste hengel die nog inricht, de rest is allemaal uit. Dus dat is helemaal mooi. Genieten. Over een paar uurtjes moeten we op. Dan gaat het grote werk beginnen. Maar dit is een leuk voorafje. Heerlijk. Fotootje naar mag terug. Wat doe je nou?
Je ziet hem echt kringen voor het water. Hij schiet echt voor de kant los. Ja, hoe kan dat nou? Ontuigen. Ja, ik snap er helemaal niks van. Je is er even heel gauw een nieuwe richter aan. Ja, die zit er al aan. Ori. Slechte boel. Good morning, sunshine. Good morning. We hadden net besloten, we gaan het bombardement doen. We gaan niet te veel, aanbeten. Ja, hoeveel, hoe zit het daarmee? Hoeveel? Het is nu de derde aanbeet in 3 uur tijd. Twee verspeeld? Ja. Twee wasschieters. We moeten meer voeren. We dachten, we gaan zo net 2,5 kilo gelijk in knallen. Ja. En terwijl ik eigenlijk wel gaan voeren, doet die engel. Mooi. Hou zo. 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 Nou jongens, daar is hij dan. Harry die echt alles onderscheidt. Dat is echt niet normaal. Ja, hij zit wel op voer. Moet je zien dan. Hier. Ja. Helemaal handen zitten onder. Fucking vies. Snel terug. Dat kan zeker zo. Zo. Even lekker een eitje maken. Dat is niet gek. Heel de rens beslagen. En wij zijn voerhondennummer. Voerronde aan doen. Jazeker. Heb het idee dat het voer van vanochtend al weg is. Toch niet heel veel aanwezig, 3 nu in totaal. Dus er moet meer voeren. Kijken of het dan gaat open. Yes! Daar staat hij. Ik heb de challenge gewonnen. Kut, nu moet ik opdrukken. Ja, 20 keer. Ik heb de eerste hengel ging. Niet zo gewonnen. Kwart over 10 ongeveer. Ja. En toch. Hoe was het nu? Best ja, wel snel. Ja, best wel snel. Toch even 2 kilo gevoerd. 1 kilo. Het gaat gelijk. Gaat wel. Hopen dat je het een beetje goede onderin hebt geknoopt, anders verspeel ik hem weer. Ah joh. Maar, horen we dan. Ben benieuwd. Aanbeet nummer 4 in 4 uur tijd. Fotootje en dan mag ik weer terug. Door... Kijk. Nee. Schiet hij ons? Ja. Nee. Dat is kut. Hè? Nee, hij zit er nog aan. Oh, dat is wel heel grappig geweest. Is het een beuker? Het is een beuker. Kijk. Joel. Het is Joel. Joel de Beuker. Maar daar is hij. Joel de Beuker. Fantastisch. Echt een super mooie kooi. Kooi spiegel. Met allemaal kleine schubjes op zijn Ghost vorm. Vooral. Ghost, kooi spiegel, wat het ook is. Hij is hartstikke mooi. Zeker dit aanzicht. Ander kantje. Oh, even. Ja, dat is lijp. Dat is heel lijp. Ander kantje. Ander kantje zou ik ook nog even laten zien. Joel. Joel hoor. Poept hij nog uit? Nee. Joel niet. Kijk dan. Ja, daar doen we het voor. Visje, hoor. Prachtig visje. Oh. Dat is niet zo handig. Ja, en nu? Dat vindt ze weg al. Tja, dat ziet er wel ziek uit. Ja, hij filmt. Pak hem maar. Lekker hoor, Harry. Lekker in de regen, jongen. Hotsie. Gaat nu hard, hè? Hij gaat nu hard. Kijk, we hebben een beuker. John. Joel. En ondertussen ook een lekker bakkie pleur. Helemaal goud. En het regent. Dus jij staat er best. Jongens, weer een mooi knolletje voor de verzameling. Ik dacht echt dat het een dik was. Kijk, een beuker, ja, ging door de schip. Op even diep. Maar helaas. Desalniettemin, toch maar 5 kilo denk ik. Hotsa. Ja, lekker! Even lekker? Eindelijk na het voeren. Met tijd, hè? Engel. Oh ja, wat voor aas zit er aan, maat? Er zit een 20 mm met een 25 mm. Met de voerbol, hè? Met de voerbol. Daar ga je straks even wat over uitleggen. Daar ga ik zo meteen eens even wat over uitleggen. Goed zo. Hey, ja! Lekker! Zo dik! Oeh, hij stond ook aan. Nee, echt hoor. Ja, jongens, dubbelrun. Kom maar toppen. Niet te stoppen! Lekker! Anders. Nou, jongens. Welkom bij Neil David van Westlandse Knollenvang. Ja, we zitten hier in een mooi stek in het Westland. Ja. En het gaat de achtergrond, het gaat helemaal los. Het gaat wel hard. Het is Quinn's hul is dit. Nee, maar even voeren en hij gaat weer. Het is bizar, je gooit er gewoon denk ik 200 gram in. Ja. 300. Kijk. Ja, we hebben het gezegde door de knol heen vissen. Dat gaan we maar wagen vandaag. Want Jitten die heeft dus gewoon een 24 mm plus 20 mm bol er aanhangen. En dit is het resultaat. Ja. Je verwacht het niet. Maar ze kunnen weer zwemmen. Een fotootje en terug.
Chittermeister, jij wilde wat vertellen. Ja jongens, jullie horen ons natuurlijk heel veel praten over veel boeren, dit en dat. En dan zie ik jullie denken, ja, maar daar heb ik het geld helemaal niet voor. Daarom is Tijgenoot gekomen met Premium Mix Bulk Pack 10 kilo. Dat zijn voerbolies. En wat het mooie eraan is, is dat je gewoon een kwalitatieve bol hebt voor een zacht prijsje, waarmee je dus veel kan voeren. Dus wij voeren vandaag met bloedworm Alibut en gewoon die voerbolies erdoorheen. Scheelt je heel veel aan de prijs en dan kan je gewoon alsnog gewoon een grote voerhoeveelheid opbouwen. Ja. De vis lekker actief laten azen. Gooi jij eens waar we vissen? Dan heb jij je portemonnee er niet mee. We hebben hier een paaltje. Oh, moet ik naar de paal? Nee, maar eigenlijk een beetje aan beide kanten 20 meter rondom de paal. Dat is onze voerstrook. Vissen met 4 hengels op. Ja, het gaat nu hard, ze gaan achter elkaar af. Zou je even wachten op die bak, hè? Zeker even wachten op die bak. Hai, Mietse, vertel. Jongens, de meeste sensatie van deze week. Kijk, er zit wat bij in het net. Wat? Kijk. Wat is het? Roofbij of zo? Nee joh. Hier. Laat het eens even zien. Dit is toch wat groter dan het formaat dat wij van. Dat is toch geinig? Ik weet niet, wat voor soort is dit jongens? Laat maar even weten, dan mag hij weer gaan. Oh, wie? Hey, jongens, weer een schubbert. Ik word echt gek van dit formaat. En hij kan weer zwemmen. Die we kregen over het water dat er veel bakken waren. De meeste dertigers van Europa. Bladibladibla, helaas. Beetje ghostachtig, maar hij mag weer gaan. Shout-out naar de legend, hè? Ja, de legend is wel een legend. Oké, mooi berg. Eén fotootje. Even scherp zijn op de berg. Ja, leuk. Ja, mooi berg. Dat denk ik wel, op beeld. Wel. Gaan we door jongens, het blijft gaan. Het is een zware knol zegt zit. Anders zou het wel mooi verspeeld zijn. Oh jongens, dit is toch gewoon niet hè. Telt als beurt hè. Hoe groot was het aas? Ja, 2x20 mm. 2x20 en pak hem brazen. Ze zitten er nog aan. Dit is hier hoor. De brazenkoning staat er toe. Gewoon altijd moet ik een brazen vangen. Ja, dat is echt niet normaal. Niet normaal. 2x20 mm. Het is niet normaal. En je beurt is voorbij. Ik wist niet eens dat de brazen bestonden in Slovenië. Wat een tyfus hoor. Harde run had je wel. En op beeld. Kom maar hier. Ja jongens. Zojuist ging de rechte hengel af. En hij stopt. En daar hebben we de man die aan de beurt is. De man met... Wat heeft hij allemaal? Zo. Ziet eruit of je er zin in hebt. Ik heb even heel veel gevoerd. 15 kilo bollen. Maar het belangrijkste. Oh. Laat het zien. Al de drank wel nog over hebben. Cola, bier, water, energy. En een spaghetti voor vanavond. Lekker. Ik loop zo langs de Duitsers. Die zitten daar vis. Dus die moesten lachen. Dus ik zeg ze, ja, we catch a lot, so we need stock. Wes. Waar gaat weer. Ik ben het echt helemaal beu. Niets. Er zit altijd even een schelm mee. Wat er gebeurt? Vertel jij het maar. Ja, ik had net die fucking brazen. En toen had ik echt 3 uur lang geen beet. Ik ben de hele tijd aan het wachten. Gaat die eindelijk die hengel er vandoor. Pak ik Wietjes hengel op. En die ene die roppelt. Ik trek heel die roppelt overhoop. Heel die hengel valt op een andere hengel. Dit, dat. Gelijk die vis eraf. Gaat gelijk Wietjes hengel. Ja, ja, wat denk je? Ja, een dikke vis. Wat doet deze man? Dus zet die schaal zich omhoog. Ja, ik ben helemaal gek. En toen schoot hij ook los. Dus dan zit de zeur op mij onderheen. Extra zuur. Dit komt ook voor hem. Oké, we gaan een nieuwe eraan doen. Ja, dat is echt nodig voor een nieuwe. Ik ben beu. Ja, dit was een grap. Goeiemorgen, wat een kutzooi. Ja, zo lang geen beu. Nou jongens, daar is hij dan weer. De volgende mooie spiegelkarper. Ik denk de grootste van vandaag. Het gaat de goede kant op. Het is bizar hè? Hij is denk ik nog geen 7 kilo, maar we klagen niet. Ja. Heel snel de andere kant. Nee, de andere kant maar eens even. Ah. En wat gaan we daarna doen? Eten. Hij heeft een beetje bloed op zijn bek. Even de vergunning gehaald voor de laatste dag. Zeker. De laatste nacht. Het moet nu gebeuren. Sterk, deze jongen. Dat is een mooie vis ook. Fotootje en dan mag hij zwemmen. Hey, chef jongens. Kok. Dan zijn we even aan de vitamines aan het denken. Lekker een paprikaartje voor 2-3. Lekker een tomaatje voor 2-3. Een beetje smak is wat minder. Een beetje tomatensaus ook wat minder. Een beetje spaghetti ook wat minder. Maar wel lekker. We gaan er even lekker van genieten. En hopen dat vanavond het
dikke vissen nog voor. Dat is geweld. We hebben de wekker, dus het is goed. Hé, kijk, dat is mooi. Ja, we... Een beetje conclusie. We hebben van eerdere verhalen gehoord dat dit een hele goede kom is voor dikke vis. Veel voeren. 10 kilo voeren de avond ervoor. Dan zou het de hele dag los gaan. 30 runs moet je krijgen. Nou, we hebben er denk ik een stuk of 12, 13 gehad. Op zich wel genoeg runs, maar allemaal klein. Grootste 7 kilo. Dus het is niet wat we verwacht. We gaan dus gewoon als laatste nacht gaan we nu nog vissen. Morgen verkassen. En dan gaan we gewoon echt bikken vanavond. Nee, desnoods slapen we niet. Veel voeren. Vanaf wordt het bakken. Bakkenacht. Hoop ik. Yes. Hallo. Hey jongens, ik heb goed gezegd nieuws. Het goede nieuws. Er zit een spiegel in het net op de dubbele bol. Hij is niet zo groot. Hey, maar het slechte nieuws voor nu even. Is dat het einde is van deel 1 van de Sylvanië video. Doe een blauwduimpje omhoog. Abonneer voor meer. En kijk zeker ook even op de website dvisty.nl. Kan je mooie pootjes scoren. We hebben nog een exclusieve Frankrijk video staan. Die hebben nog niet veel mensen gezien. Dus ja, en dan zie ik jullie volgende week weer met deel 2 van Slovenië. We gaan nog naar een bakkenwater toe. En we gaan hier nog zachter vannacht. Dus wat gek uit. Je ziet nu al beelden van deel 2. Wow. Tot zo.